vraag aan haar van hoe zit het met uw voeding? Want mevrouw is met een hyper van 35 op de SCH terechtgekomen en heeft ook echt in coma gelegen een tijdje. En ja, zegt ze, ik eet goed. Nou, wat is goed voor u? En dat blijkt inderdaad, ze eet 2 maaltijden per dag en dat is dan een crackertje. En meer niet. En ze zegt, als ik een hypo voel aankomen, ja, dan neem ik aanmaak. En verder geen langwerkende suiker of iets. En dan, als je dan doorvraagt, zegt ze, ja, ik weet eigenlijk niet wat ik kan eten of wat ik mag. Dan crackertje, ja, dat is ook niet een lang koolhydraat. Dus je moet wel een beetje weten wat je, waar wat voor is. Die kennis heb je wel nodig. En je ziet gewoon dat niet iedereen die kennis nog heeft. Voeding raakt zoveel gebieden van ziekteherstel en leven en preventie van gezondheidsproblemen. Dat het eigenlijk veel meer verweven zou moeten zijn in het onderwijs. Ik denk dat de rol van verpleegkundige is dat je heel erg goed kunt signaleren. Wie staat er vlak naast de patiënt? Dat is de verpleegkundige. En de diëtiste komt langs, geeft een voedingsadvies. Maar wij als verpleegkundige zien hoe dat gaat. Snapt iemand eigenlijk wel wat er gezegd is? Je hebt zoveel aangrijpingspunten in het dagelijks leven om die adviezen die andere professionals geven weer extra handen en voeten te geven. En juist omdat je ook heel erg betrokken bent bij het dagelijks leven van mensen, kun je heel goed zien waar het misgaat. Als je kijkt dat, of weet dat 1 op de 5 mensen die overlijdt, daarvan speelt voeding, ongezonde voeding, een hele belangrijke rol. En dan moet je vooral denken aan chronische ziektes, waaronder hart- en vaatziekten, diabetes en bepaalde vormen van kanker. Binnen de Alliantie Voeding in de Zorg hebben we gekeken met een patiëntenjourney, zoals je dat heet. Wat wil de patiënt tijdens of voor, tijdens en na therapie? En dan zie je dat de patiënt aangeeft dat hij graag steeds herhaaldelijk erop gewezen wil worden dat hij wellicht iets aan die leefstijl zou kunnen veranderen. En dat daarbij de verpleegkundige een hele belangrijke rol speelt, samen met de arts en de diëtist. Hoe kun je nou zorgen dat iemand inderdaad zijn gedrag gaat veranderen op de langere termijn? De kern van ons lectoraat is dat we samen met zorgprofessionals uit de praktijk gaan kijken naar hoe de zorg voor het bevorderen van een gezonde leefstijl nu gaat. Waar knelpunten liggen en welke oplossingen zijn om de zorg te verbeteren. En de kennis die dat onderzoek oplevert, die gebruiken we om de praktijk verder te helpen en ook om studenten beter op te leiden op het gebied van gezondheidsbevordering. Dat betekent dat we vragen uit de praktijk nodig hebben. Dus als praktijkorganisaties of zorgprofessionals de wens hebben om hun zorgverlening op het gebied van eten en drinken te verbeteren, dan helpen wij ze heel graag verder om naar die oplossing te zoeken.